En we hebben elkaar eens ontmoet, hè, een paar maanden terug. En hoeveel kilometer doe je per week nog? Dat hangt van het weer af en van mijn taart. Ja. Ik wandel is een... In de winter is dat van 9 uur tot 4 uur. Hè. Dat, met lichten eigenlijk. Met donkere ga ik niet meer. En hoeveel kilometer doet je dan? Zo dan is dat zo iets van een 40. Op een dag? Ja, van 9 uur tot... Dan moet je toch tegen 6 per uur gaan? Ik ga 6 per uur, maar als ik iets optel, dan tel ik 5 per uur. Maar daar zit ook bij, iets opeten, iets drinken en is aan de kant gewoon zitten zo. Want je kunt eerst een bier proeven. En hoeveel keer doe je dat per week? Dat hangt van het weer af. Ja, nee, maar dat kan 3 keer per week zijn. Nee, het eerst nemen het werk hier, maar dat was 3 weken geleden. Ja, slecht dus... 2. Dus dan hadden 2 dagen wat je 40 kilometer deed. Oké, en dan was de langste wandeltocht dat je al gedaan hebt. Ja, hoeveel keer heb je die gedaan? Dat is Pornum, heb ik 20 keer gedaan. Wacht, de Dodenmars. Ja, dat en hoeveel is kilometer is dat, de Dodenmars? 100. Dus je hebt 20 keer de 100 kilometer Dodenmars gedaan. Ja. Ik val stijl achterover. En dan heb ik nog, ik heb er in totaal 35 gedaan. Ik heb nog 13 keer de taaltocht gedaan, dat is ook 100. Dat is een turnen, maar die zijn daarmee gestopt ook. En dan heb ik nog 2 keren in Schaffen, dat was à la paracommando. Ik heb dat geprobeerd. En al 2 keer heb ik gezegd, dat laat ik al jongeren over, want dat is... A la paracommando. Ik heb het gekund, maar ik geef ook niet op. Al zit ik op mijn knieën. En hoe oud zit ik eigenlijk? Ik word een nas deze maand, 73. Oh, maar dat is 45 dat ik begon te stappen. 45? Ik val stijl. Ja, wat veel zijn. We hebben kinderen. Toen was de jongste 16 jaar. Ik zeg, nee, is het mijn beurt. Hè. Je kunt de plan trekken, is het maand. Ongelooflijk, blijf dat doen. Echt het beste. En dat... Ja. Salut, hè. Hoe is de voornaam? Paula. Paula, oké. Okay, hey. Tot nog eens, hè. Ja. Zie je zo schoon dat hij hier is? Toch wel. Heel schoon. Ja. Ik was zo schoon.